Ik ben niet Aap van het Kostjes. Ik ben niet Mark-Marie Huijbrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aap vinden iets. Hoeveel sterren geven wij de basisschool? We gaan het hebben over de basisschool. Klopt. En we gaan het hebben over... We hebben een suikeroom, ja. Een oude vertrouwde die altijd heerlijk... Maar we hebben allemaal nieuwtjes over hem. Ja. Met ik zeg één woord, Matt. Ja. Zo'n oom die altijd leuk is als hij binnenkomt op een verjaardag. Ja. En die ook als hij dronken is nog steeds leuk is. En er zijn er niet veel. En die een hartheden heeft. En die? Ja, een hartheden heeft. Maar een harde oom wel. Of een heel zachte. Zachte. Je kan het zelf een beetje soms dicht aan jezelf. Ja. We gaan het over de privé hebben. Want ik kon toch weer niet nalaten om de privé. Maar we hebben allemaal. Ik ben zelf op onderzoek gegaan. Dus dat is interessant leuk. Voor straks. Ben jij nu ook junior verslaggever daar? Ik bedoel, ben je nu echt op onderzoek zelf naar roddels? Nou, ja, ik zal het ze straks vertellen, ja. Oh, spannend. Over de sterverslaggever. Een soort Live of Yvonne aan. Over de sterverslaggever. Yvonne is grappig, hè? Nou, ik vind het zo grappig dat... Ik begin het wel op het randje van onethisch te beginnen te worden, te zijn. Wat zei Live of Yvonne? Ja, hoor en wederhoor is een hele mooie journalistieke term. Maar dat doe ik eigenlijk niet aan. Ik heb er niks mee. Dat doet ze helemaal niet aan. Nee, daar heeft zij helemaal niks mee. Maar dat zegt ze ook gewoon zo. Maar wat ik zo grappig vind is... al die de showrubrieken, zeg maar. Shownieuws en onze vrienden van Shownieuws. Ja. En onze vrienden van... RTL Boulevard. RTL Boulevard. Waar die ene advocaat, hoe heet ze nou? Clarice. Ja. Die zit daar maar over alles een mening te hebben. En ik heb haar eigenlijk nog maar één keer gezien. Toen kon ik haar helemaal niet volgen wat ze allemaal zei. Echt ging de hele Prins Andrew zaak uitvogelen. Ik denk, ik ben je kwijt. In de serie van Geef je bek maar een duw. Ja. Daar is zij echt wel grote gewoon duw. De grote duw. Grote voorloopster van. Daar hoef je niet eens aan te komen. Die begint gewoon uit zichzelf. Over alle onderwerpen heeft ze ook de meest rare mening. Ook, oh, ja? Dat ik denk, nou ja zeg. Maar goed. Maar wacht even. Je had nog een punt over Live of Yvonne. Met die hoor en wederhoor. Dus al die showrubrieken altijd heel erg... aan het afgeven waren op haar. Maar nu ineens zit ze daar is ze gewoon. De beste vriendin geworden. Ja. Oh, Live of Yvonne. Ja, wat leuk dat je er bent. Oh, heb je nog... altijd al dol op jou geweest. Ja, dat is, ja die mensen denken, oh mijn god, ze gaat ons helemaal overnemen. Wij moeten haar nu inlijven. Ja. We kunnen beter dat ze... Keep your enemies close. Precies. Ja. Er is iets van, je kan beter van buiten de tent naar binnen plassen... dan in de tent zit of zoiets. Ja, ik weet niet precies. Zo'n ik pas toch liever uit en naar buiten. Als ik het dilemma dat is geen optie. Dat is geen optie. Dan je matrasje van nat. Dat is geen optie. Als je met Live of Yvonne in een tent zit. Oké, wacht even. Nee, buiten de tent staat. Nee, ik denk in deze zelfgemaakt spreekwoord... zijn de showrubrieken zeg maar de tent. Daar zit je in. En dan staat die Live of Yvonne. Ja, binnen te pissen. Binnen te plassen. Ja. Ik vind plassen fijner dan pissen zelf. Ja, maar het klinkt lekker vies. Oh, dat vind ik Live of Yvonne. Het is natuurlijk een classy meid. Maar een heel klein vies randje heeft het allemaal wel. Ja, ik hoef er niet in te lijven, dus ik durf dat gewoon allemaal te zeggen. Ja, precies, jij durft wel. Want wij hebben gelukkig ook helemaal geen leven waar zij ooit ik weet gewoon iets van mezelf over het al weet. Dat vertelde iemand mij dat Nelly Kroes deze week bij Buitenhof... best een legendarische aflevering. Maar ik had hem niet helemaal gekeken, alleen maar een stukje met Joris Luijendijk. Maar daar had Nelly Kroes het woord dikpikfoto gezegd. Dikpikfoto. Dat is weer een foto van een dikpik. Ja, dus dat is best wel ingewikkeld. Dat is een Drost-effect. Dat is leuk. Van Drost. Een dikpik met een foto van de foto van de foto. En dan kan je gewoon zeggen, ik bedoel dat meer als opvatting. Maar niet als mijn echte foto van mijn dik. Dat was wel even heel erg leuk bij Buitenhof. Want daar hadden ze dus Sivana Simons... En Nelly Kroes zaten samen aan dingen om over Me Too en over al dat te praten en zo. En dat was voor Sylvana Simons best wel moeilijk. Want Nelly Kroes zat vaak heel erg zo, net zo richting victim blaming af en toe aan. Ja? Ja, en dan zag je Sylvana denken, ja, moet ik hier nou... Want helemaal we zitten op zich ingaan. In hetzelfde, we zitten samen in de tent eigenlijk. Ja. Dus moet ik nou naar buiten lopen en dan die tent in gaan plassen? Of zal ik het maar gewoon let it go, weet je wel? Dat was een lastige situatie. Ja, dat was een lastige situatie. Maar dat deed Sylvana zoals ik
vind ze waren altijd heel goed doen. Dus dat deed ze ook weer heel erg netjes en keurig en zo. Ja, ja. En toen kwam Joris Luijendijk, jouw grote vriend. Dat stukje heb ik even teruggegeven. Jouw grote vriend die niet wist waar de tafel stond. Waar moet ik gaan zitten? Ja, maar inmiddels heb ik gewoon medelijden met hem. Ik ook. Echt waar. Ik ook. Ja. Ik heb ook medelijden met hem. Want ik zag hem daar zitten. Ik dacht, ach jongen, dit gaat helemaal niet goed. Hij zei ook, ik merk dat mijn stem dun wordt. Ja, want dat had ik ook benoemen. Hij zei ook, ja, dat had ik ook bij The Guardian. Als ik dan onder dingen was, dat heb ik nu weer. Ja. En hij was juist zo zeker toen hij hier was, toen is hij naar The Guardian. En nu is hij terugkomen, nu is hij hier ook onzeker. Dus nu is hij. En dan zit je tegenover Nelly Kroes en Sylvana. En dan gaan ze het over je boek hebben. Zeggen ze allebei dodelijk. Ik heb het niet gelezen. Nee, dat vind ik ook zoiets. Oh. Ja, toen dacht ik wel. Jeetje. Dat vind ik oké. Ik bedoel, ik ben helemaal pro deze twee vrouwen. Maar om ze nou over een boek te gaan laten praten met hem als ze niet gelezen hebben, dat wordt vind wel ik ook een wonderlijke situatie. En ik vond ook een beetje. Maar ja, dat had hij zichzelf wel op moeten voorbereiden. Dat Nelly Kroes natuurlijk iets zou zeggen over dat zij in dat boek voorkomt. En dat het helemaal niet klopt wat hij daarin schrijft. Nee, maar hij had geschreven, ze stamt af van een Calvinistische vader. Die weet ik veel nog. Maar later bleek dat dat wel gewoon in interviews heeft gestaan. Dus wat dat betreft kon zij hem daar niet helemaal op aanvallen. En dat zij spraakles had. Dat ze de spraak was gaan veranderen. Ja, dat had hij gewoon zelf bedacht. Kijk, Nelly Kroes praat natuurlijk heel wonderlijk. Ja. Maar... Dat kan ze altijd wel gedaan hebben. Ja, sommige mensen praten gewoon heel wonderlijk. Ja. Ja. Grappig is dat Helene Mees praat weer precies zoals Nelly Kroes. Ja. Dat vind ik nog wonderlijker. Ja, Helene Mees is ook een wonderlijk iemand. Ja, nou ja, ik heb soms wel een grappig mailcontact met haar over vrouwenzaken. Komt ze over vrouwenzaakjes? Ja, nou ja, bijvoorbeeld over die hele zaak met die Elizabeth Holmes, weet je wel. Daar waren we allebei in geïnteresseerd. Maar ik moet toch een keer, nu ik haar af en toe mail, vragen van hoe komt het toch dat jij nou precies praat als Nelly Kroes? Dat vind ik zoiets. Maar ik zou dan niet zoals Joris Luijendijk gewoon zeggen, dat heb je jezelf aangeleerd. Want dat weet je niet van iemand. Nee. Misschien is zij geboren met de stem van Nelly Kroes. Maar als baby kwam er al Nelly Kroes uit. Ik weet nog wel dat Frits Wester, die sprak een hele tijd precies als Brinkman, waar die toen voor werkte, weet je wel? Die maar woordvoerder dat ga je van. Gewoon doen. Dan ga je ik gewoon precies zoals Gijs. Ja, dat kan of Gijs praat zoals jij. Nee, ik heb me helemaal aangepast, ja. Ik had echt een plat Amsterdamse accent. Viel mij laatst ook weer op in foto's dat... Nee, dat ging plat. Maar wel, je bent wel zo gaan dat praten. Dat lijzige heb ik van heel vaak als je een echtpaar samen ziet, een man en een vrouw, dan zie je een foto en dan zie je die man gewoon recht in de camera kijken. En die vrouw die... Kijk naar hem. Ja, en die vlijt zich dan om hem heen, maar. Ja. Dus die gaat, wat we het laatst ook over hadden... Dat best wel vaak. Ja, lang levende liefde. Dat ze dan zo'n man op een bank zit en zegt, kom even hier zitten. En dat zo'n vrouw dan van de bank naar hem toe gaat. Terwijl andersom gebeurt het hem niet. Nee. En dat zie ik heel vaak bij echtparen op een foto ook. Dat ik denk, waarom ga je zo om hem heen hangen? En hij doet gewoon niks. Nee, ik betrek dit even heel hard op mezelf. Ja, dat is heel goed. En ik denk inderdaad dat ik dat ook wel eens heb. Omheen hangen is mij niet vreemd. Nee. Toch een beetje van, hij is van mij. En is mijn, nou ja, in de Varengids zon je dan nog mijn kruimel die in je hand. Die foto hebben ze gelukkig uiteindelijk niet gebruikt. Even toelichting. Toch wel of niet? Foto. Nou, misschien trouwens. Volgens mij wel. Volgens mij sta jij, hij zit op de bank. Nina, en zij zit, het gezin behalve jij, zit zich gezellig rondom een bank. En dan sta jij erachter met een kruimeldief. Ik geloof toch echt dat dit waar is. Ik denk ook dat het waar is. Ik had er helemaal geheugen van gemaakt dat die foto niet had gehaald. Die heeft maar... wel gehaald. Nee, dat jij op je knieën daar stond te schrobben, de vloer, die heeft het niet gehaald. Maar met die... Dat ik een voet aan het likken was. Dat was gewoon toen de fotograaf binnenkwam. Oh, zou ik nu nooit meer nooit doen. Meer nooit meer doen. Dat is toch pas een paar maanden geleden. Ja, maar toch. Je bent snel geëvolueerd tot echt een... Echt een goede feminist. Ook nog alleen eens misschien dat je het had. En want die is ook die zo... Die ik helemaal niet ken. En de Sylvana. Ja, ik heb altijd wel een zwak voor Nelly Kroes trouwens verder. Ik ook. Maar het is grappig dat dat wat je zegt van die victim blaming, dat zie je inderdaad bij mensen die net wat ouder zijn. Ja. Dat die dat nog niet helemaal. Dat begrip is nog niet helemaal doorgekomen. Nee, zeg maar. Nee. Dat zag je ook toen MeToo begon, weet je wel. Dat mensen als Catherine Neuf en Suja Baren toen ook, geloof ik. En die zich gingen toch een beetje. Oh, dan mag je nooit meer. Oh, dan mag je nooit meer flirten. Ja, daar gaat het dat helemaal is niet over. Echt nee, dat helemaal is echt niet. Maar dat zullen die mensen niet in. Dat kan hun hersen niet omvatten. Nee. Nee, zeker niet. Nou ja, ik werd deze week nog even uitgenodigd door Roland... Molenpaard? Molenpaard.
om mee te gaan. Niet meer hoe die heet. Mee te gaan naar een seksfeest. Ja, weten we niet meer hoe die heet. Nee. Maar om mee te gaan naar een seksfeest. Nee, moet je even uitleggen. Hoe kwam jij aan die uitdaging? Ik had gezegd ingewikkeld dat ik zo blij was dat de avond dat, ja, dit wordt ook weer heel erg in insight, maar we hadden het over shownieuws gehad. En dat ik zo blij was dat de avond dat ik besproken werd in shownieuws over, ik weet niet eens waar dat weer over ging, maar dat die Roland er niet was. Want dan dacht ik van, dat is fijn, want dan kan hij in ieder geval niet een zuur mondje opentrekken over mij. Want dat doet hij dan heel graag. Nou, prima. Toen hadden ze dat weer, wilden ze dat gaan gebruiken, maar toen hadden zij gehoord dat dat niet mocht. Dat ze dat stukje niet mocht gebruiken. Terwijl van mij mag iedereen alles gebruiken. Was een misverstand. En, maar goed, toen zeiden zij, toen vond Patty Bart mij weer kinderachtig, dat ze dat niet mochten. Nou, prima. Maar toen zei ik, was zo blij dat die Roland, die stond waarschijnlijk op een seksfeest ergens te draaien. Want die gaat met speak-up, zeg maar, alle seksfeesten af. Om dan overal singeltjes te draaien. Van de Hostage en zo, van Donna Summer. En allemaal dat soort oude... Het Raining Man. Raining Man. En alles van James Last. Want James Last, dat werkt heel goed bij... Ja, op seksfeest. Dat weet jij gewoon. Ja, zo'n golden shower en dan hoor je zo James Last achterna. Hartstikke leuk. Dat heeft hij. Daar heeft hij echt speelplaten. Langs speelplaten van. En... Macron getrokken. Ja. En Montivani en zo. Dat vindt hij hartstikke leuk. Dus, en is ook hartstikke leuk. En dus die draait hij daar. En toen had ik dat dus gezegd. Nou, toen heeft Roland weer gezegd, op zijn beurt, of ja, voor zijn beurt waarschijnlijk, heeft hij gezegd, nou, dan vind ik wel, ik ga een keer hem meevragen. Komt hij me ophalen? Ja, want hij vond dat jij eigenlijk niet... Seksfeesten naar beneden ging halen. Ja, precies. Jij was seksfeest aan het bestje. Dat was niet helemaal waar. Je was eigenlijk hem aan het bestje. Nee, maar zeker dat had hij niet helemaal begrepen. Nou, het is ook best moeilijk om het seksfeest naar beneden te halen. Maar ik ben helemaal niet tegen seksfeest. Nee. Ik gun die mensen hartstikke hun plezier. Ja. Als ze overal plezier neerleggen. Ik vind het prima, snap je? Als je zelf de boel opruimt, dan mag je van mij gewoon doen wat je wil in de garage. Ja. Ga lekker, weet je, want hij speelt ook niet op hele grote seksfeest. Hij is vaak in de garage. Of zijn garagebox. Garagebox die aangelinkt zit. Staat hij in één garagebox en dan gebeurt het allemaal ergens anders. Maar goed, hij doet dat. Dat is hartstikke leuk. Dus dat is zijn baan. Ja, dus dus geld verdienen. Ik ben niet tegen seksfeesten. Daar gaat het me helemaal niet om. Helemaal dus, niet. Het ging mij meer om dat ik dacht, goh, zeg, wat leuk. Dat hij er niet was. Dat hij er niet was. En dat hij werk had gevonden op een seksfeest. Dat vind ik hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Nou, maar nu stuurt hij jou eigenlijk een open uitnodiging. En nu doet hij een uitnodiging om mij mee te nemen naar een seksfeest. Dat vind ik... wel iets om over na te denken. Ja, maar als hij denkt dat ik zijn pick-up ga dragen, of dat ik met die langspeelplaat in de weer ga, of s'avonds alles weer schoonmaken. Nee, dat ga jij niet doen. Jij wil gewoon deelnemen aan het seksfeest zonder verplichtingen. Dat ga ik echt niet doen. En als hij belooft dat hij heel zijn bal in zijn mond heeft, dat hij niks kan zeggen, vind ik het ook nog prima. Dat is wel leuk. Dat zou wel fijn Peter, zijn natuurlijk. Mag ik ook mee? En je mag mee, want dan gaan we met z'n tweeën. Ik weet niet of Roland dat wil, maar... Ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel, want met heeft er niks over te zeggen. Dus dan gaan we gewoon lekker... We dienen ons gewoon aan. Ja, we dienen ons gewoon aan. Dus, nogmaals, die bezoekers van seksfeesten gaan lekker door. Prima, hoor. Ja. Nog een tepelklem. Het maakt mij helemaal niks uit. Maar daar gaat het niet om. En hoe was jouw week? Ik was heel veel keer naar de bioscoop. Want ik ging de bioscoop weer lekker uitwonen. En wat heb je al gezien? Licorice Pizza, die hadden we allemaal gezien. The Worst Person in the World. Fantastische film ook. Ja. En Gijs had ons allemaal meegesleept naar... Het was eenmalig in de bioscoop, dat concert wat de Beatles op het dak van hun eigen gebouw... Ja, jij draait nu met je ogen. En dat deed ik eerlijk gezegd ook toen hij zei, zullen we erheen gaan. Draai met ogen veel te zien. Ik ga wel mee. Maar het rare was, ik hoor dus nu echt gewoon al 15 jaar Beatles feitjes aan. Ja, En ik vind de Beatles hartstikke prima. Ja. Het is niet mijn grote passie. Ik vind het gewoon leuke achtergrondmuziek. Mag ik niet zeggen thuis. Maar goed, ik mee naar die film. Helemaal weggeblazen door die Beatles. Echt, Marmarie, ik zweer het je. Ze stonden op dat dak. Ja, met de goede instelling. Je had de goede instelling. Maar we zijn nog niet aan het thema gewoon. Oh nee. Het thema is basisschool, ja. Ja, dat mag. Hoe was jouw basisschool? Hoe heette die? Ik heb er drie versleten.
Oh, best wel veel. Oh, tuurlijk, ja. Ja, want ik ben verhuisd. Dus ja. Ik zat eerst op de Bloemendaalse schoolvereniging. Oh. Nou, dat is een kak. Ja, zo klinkt het ook. Heb ik heel weinig herinneringen aan. Behalve dat ik een keer heel veel lijm op mijn tafel heb gesmeerd. Nou, dat was het highlight. Toen was ik 6. Toen overleed mijn moeder. Toen gingen we naar Amerika. Toen heb ik daar een jaar op de basisschool gezeten. En die heette? St. Anthony Park School. Oh. Wel heel veel herinneringen aan, want dat maakt natuurlijk heel veel in. Ja. Toen, na een jaar weer terug, toen verhuisde naar Amsterdam. Toen kwam ik op eerste Montessori school, de Wielewaal. En dat was zeg maar de school waar ik het langst op heb gezeten. Ja. Dat is mijn kernschool. En dat is een fantastische school, vind ik. Nou ja, ik weet niet hoe die nu is. Amsterdam-Zuid is een beetje veranderd sinds de jaren 80. Maar ja, dat was echt zo'n school uit een kinderboek, weet je wel? Dus met van die raampjes met kleine ruitjes erin. En met kachel. Ja. En overal mooie materialen. Want Montessori, dus dan heb je geen lessen, dan heb je materialen. Oh. De roze toren en de gouden kralen. Oh. En, ja, je doet alles met dingen. Oh. Tastbare dingen. Letters. Op weg naar een materialistisch leven, of? Nou, het is heel erg aanraken. Is heel belangrijk voor Maria Montessori. Tactiel. Tactiel. Het is ontzettend tactiel. Ik ben gek op tactiel. Goed woord, vind ik dat. En daar heb ik toen nog vanaf mijn 7e... echt wel een hele gelukkige tijd gehad. Even terug naar Amerika nog. Sprak je Engels toen jullie er aankwamen? Nee. Nee. Mijn vader had wel opvoedkundig begenaderd als hij was... een boek voor ons gekocht met een grammofoonplaat erin. Let's Learn English heette die. Oh ja. Die had hij een keer opgezet. Dit was de voorbereiding. Dus ik wist het woord table. Oh, dus op mijn eerste dag... ik ging eerst nog even naar een internationale school. Daar leerde ik alleen maar een soort van... ja, Hmong. Dat was een soort Aziatische taal die alle kinderen daar spraken. Toen gingen we naar de Amerikaanse school. Maar ik kon helemaal niet praten. Dus de eerste dag zat ik op de grond. Zaten we naar de juf te luisteren. Die las een boek voor. We waren allemaal op de grond maar heen. Ik dacht, ik moet nu echt plassen. Maar ik laat het maar lopen. Misschien merkt niemand het. Want ik wist niet eens, je moet vragen. Ik moet naar de wc. Nee. Dus ik liet het subtiel lopen. Maar het was met een vloerkleed. Dus ja, iedereen werd nat. Het verspreidde zich, ja... Oh, dat was een grote misvlek. En toen dachten ze dat ik gehandicapt was. En toen hebben ze me naar huis gestuurd. Oh ja? Ja, vond ik hartstikke leuk. Wat een lekkere dag. Ze hebben me eerst in bed gelegd. Ze hadden daar een nurse, een verpleegster op die school. In Amerika is natuurlijk alles met van... oh god, er is iemand ziek. We krijgen een rechtszaak. Ze moeten onmiddellijk in een ziekenhuisbed. Dus ze hadden me eerst in het bed gelegd. Toen mijn vader gebeld. Mijn vader dacht, oh god, die heeft iets verschrikkelijks. Ja. Die is onder een auto gekomen. Zo. Toen zei ik, ja, ik had eigenlijk alleen maar in mijn broek geplast. Maar ja, weet je, als kind ben je een soort spons. Nou, dat heeft niks met dat plassen te maken. Nee. Hersenmatig. Dus je leert die taal heel snel. Ja. Dus na 3 weken sprak ik gewoon Engels. Goed, hè? Ja. Goed is dat. Maar goed, dus de Wielewaal. De Wielewaal. Ja, dus de Wielewaal was echt zo'n heel lief Montessori schooltje. Ja, en ik ben ook wel een ijverig kind. Weet je wel, ik werkte hard en ik wilde heel graag dat... Maar ik dacht, ik ga in Amsterdam wonen. Dus iedereen die daar werkt is een punker. Dat dacht ik toen ik naar Amsterdam... Ik dacht, dat is de grote stad. Daar wonen alleen maar junks en punkers. Ja. Dat was een beetje de punktijd. Dus ik dacht, ik krijg nu een leraar en dat is een punker. Oh. Daar ging ik vanuit. Dus ik kreeg een leraar, Richard. Nou. Ja, dat was gewoon een man met sluikbruin haar. Gewoon een aardige lange man met sluikbruin haar. Ja. En ik dacht, maar nee, zo zien punkers er dus uit. Dus het was voor mij... Ik dacht, ik kom nu in een grote stad. Ik dacht, er komen nu heel veel verwarrende situaties. Maar het was eigenlijk gewoon een hele lieve school. Ja. Dus ik vond het daar fantastisch. Ik heb echt nul trauma's aan de basisschool overgehouden. Ja. Jij? Nee, ik helemaal ook niet. We hadden een geweldige basisschool. Ik zat dus eerst op kleuterschool... Catherine de Labouré. Ja, prachtige naam. Heilige, ja. Een geweldig verhaal ook. En, maar goed, dat vertel ik het een andere keer. En toen ging ik naar de Sint-Jozef school. En er waren alleen maar jongens. Het was een jongensschool. Oh, echt? En mijn zussen zaten natuurlijk op de meisjesschool, de Maria school. En never shall Maria en Jozef... Oh, niet. Nee. Jeutje, wat heftig. Ja, dus tot de 4e klas heb ik alleen op een jongensschool gezeten. En toen kwamen de meisjes erbij. Maar was dat omdat de wereld veranderde of omdat ze dachten na de 4e kunnen ze wel mingelen? Nee, omdat de wereld veranderde. Oh, okay. Want dat was gewoon altijd de jongensschool gebleven als er niks was veranderd. Dus toen zijn die meisjes erbij gekomen. Gewoon. Wat gebeurde er toen? Nou ja, ik vond dat natuurlijk
het was voor mij niet zo'n hele grote verandering. Omdat ik natuurlijk ook thuis met Annette en Janine, ja, met mijn twee zussen zat. Ja, die kenden al meisjes. Ja, maar bij ons was wel... Dan zat ik op de kleuterschool. En ik liep dan met mijn zussen naar school. Want die kleuterschool was naast de meisjesschool. Ja. Natuurlijk. En dan liep ik met hun daar naartoe. En dan liep ik door naar de kleuterschool. En er was een keer regen. En toen waren wij vroeger vrij of zo. En toen... dus ik liep langs hun school en zij waren nog niet uit. Dus toen belde ik aan de deurbel. En toen was zo'n meisje die deed open. Die zei van, nou kom maar even hier in de hal wachten. Want het regent en wij zijn direct ook vrij. En toen kwam er een non en die zag mij staan. Die zegt, dat is een jongen. En toen moest ik naar buiten. Nee. Wat een kindje van 4. Ik was 4. Toen moest ik buiten in de regen staan te wachten. Omdat ik een piemel had. Ja, omdat dat mocht dan daar niet. Het was echt verschrikkelijk. Nee, die non waren toch ook wel guren. Ja, die waren wel echt wel heftig, ja. En dus die hebben zussenbroeders heb ik nog in de tweede klas gehad. Maar die was super lief en was een hartstikke leuke... Maar had die ook echt zo'n habijt aan? En nee, zo? Ze had soms wel eens een... Nee, zij had nooit een habijt. Ze heette zusterbroeders. Ze heette zusterbroeders. Zij was een zuster wel, maar gewoon in verkleed kleren, zeg maar. Ja, dus een zuster in hip kleding. Maar gewone kleren. Ja, en dat begon dan... In de eerste klas had ik meneer Spijkers, die had een hekel aan mij. En de tweede was mevrouw Broeders en die vond mij superleuk. De derde was meneer Hubers en die vond mij ook niet leuk. De vierde was meneer Franke, die vond mij wel weer leuk. Maar lag dat nou aan de leraren of wisselde jij per jaar van karakter? Structuur. Nee, dat lag wel echt aan de... Ik was gewoon mezelf. Jij was gewoon jezelf. Mijn heerlijke zelf. Je likable zelf. Ja. Maar... Dus elk jaar had jij een leraar die of jou haatte of jou leuk vond. En dan keerde meneer Van Erp dan een keer... Nou, terwijl zat ik gewoon aan een bureautje. Stond hij naast me te schreeuwen van... Je bent dan over het paard getild. Oh, nou, terwijl ik bleef heel rustig. Maar even van binnen was ik natuurlijk heel erg geschrokken en zo. Als volwassen man... Maar weet jij nog wat de aanleiding daarvoor was? Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik de aanleiding toe gaf. Nee. En dan moest ik dus elke keer maar... Hij had dan een vissenkom op zijn qua hotelkamer zitten, maar hij had een vissenkamer op zijn bureau staan. En dan zei hij elke keer, ga de vissenkom maar schoonmaken. Want dan was ik uit de klas. Ja, dan en dan moest ik beneden bij de toiletten moest ik de vissenkom schoon gaan maken. Ja, en het was, wat zo fijn was van die school, is dat ze, daar waren helemaal, ook onze klas zeg maar, helemaal non-judgmental zeg maar. Dus ik deed wel eens blouses van mijn zus aan. Ja. Of die had die van die India blouses toen, dat was waren van die... Ja. 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 Batik-achtig? Ja, batik-achtig, van Afrikaans-achtig. Ja, vele etnische invloeden achter. Ja, maar dan niet met knopen, maar zo helemaal dicht zeg maar. Dus helemaal zo... En dan een Nelson Mandela-achtig, ja, zeg maar. Ja, van de letteren. En om hem te steunen, denk ik. Ja, hij zat toen al vast, dus. Maar dat kon gewoon heel goed. Dat maakte daar ging niemand raar over doen. Niemand was op mijn basisschool ook niet. Ik was toen ook heel erg experimenteel. Ja. Van in een handdoek naar school. Of met 10 jasjes over elkaar. Kleren van mijn vader. Nooit iets over verdomen. Nee. Nee, dat was heel fijn. Ja. Maar dat is denk ik ook wel omdat kleine kinderen, zodra je... op de middelbare school is iedereen natuurlijk een puber. En worden mensen heel veroordelend. En ik wil merkkleding. En tenminste, dit was op mijn middelbare school een vrij grote overstap. Mm-hmm. Toen heb ik geloof ik 6 jaar een donkerblauwe trui aangetrokken. In de hoop dat ik niet op zou vallen. Maar op de basisschool is iedereen nog zo van... Ja, een kinderlijke geest-achtig. Ja, dat zullen vond best ook... bij ons dan, hè? Ja, bij ons zullen nu best mensen zitten luisteren. Ja, radio, die denken, oh, het was verschrikkelijk. Ja, dat is wel waar. Maar op onze school, ik weet nog wel ook dat wij van... We hadden dan op het einde van de 6e klas een kamp. En dan kwamen we weer met z'n allen bij elkaar in de Bazelaar. In de jeugd, de inmiddels beroemde Bazelaar. Er graag weer heen, als hij nog bestaat. Nee, bestaat niet meer. Oh. Nou, ze hebben iets nieuws gebouwd. Die heet volgens mij ook de Bazelaar, maar de oude Bazelaar is niet de echte Bazelaar. En maar daar waren we dan met z'n allen. En dan moesten we daar afscheid nemen. Dan was het afgelopen. En iedereen huilen. Echt, ik heb zo keihard zitten janken ook op de weg terug en zo. Dat je afscheid moest zo nemen. Zo erg dat ik van die school af moest. Ja. Dat vond ik echt verschrikkelijk, ja. En bij die vrienden weg. Want we waren wel echt wel een close groep, ja. Had jij ook niet dat je op school... School was voor mij... Ik bedoel, ik had echt niet zo'n rampzalige thuissituatie. Maar ik vond school zo lekker. Het was zo gestructureerd. En alles was duidelijk. En als de juf je aardig vond... Wat bij mij... Ik had meestal meesters, maar die vonden me aardig. Dan zat je gewoon goed. Ja, ja. En dan had je je vriendinnetjes. En ik weet niet, ik vond zo'n lekker...
Zoals een veilige honk. Ja, maar dus niet. Ik ben in de eerste klas ben ik een keer opgehaald van huis uit door 2 6-6 klassers. Omdat ik had gezegd dat ik ziek was. Ja. En mijn moeder zei: ah, dan blijf lekker thuis. Weet je al. Ja, als je niet wilde, wou ik gewoon echt niet naar school. En ik weet nog, er was ik boodschappen gaan halen. En toen waren die 6 klassen bij mijn moeder thuis. Mijn moeder zei: ja, hij is. Oh, die gingen echt kijken waar je was. Ja, kwam me ophalen. Oh. Dus toen kwam ik terug van de boodschappen en dacht ik, oh nee, dan moet ik... Dus tussen 2 van die grote jongens moest ik dan zo weer... Alsof het een soort jeugdkamp was, moest ik zo weer zo het kamp in. Oh, wat erg. Schrikkelijk. Ja, ik woonde recht tegenover de school. Oh. Dus ik kon dat soort trucs gewoon überhaupt niet uit. Nee. Ik kon gewoon recht bij me naar binnen kijken. Nee. Nou, ja. Mijn moeder vond het ook altijd wel leuk, ze thuis bleef. Dus dan... Vond ze gewoon gezellig? Ja, vond ze gewoon gezellig. Oh, wat lief. Dus dan ik kan niet thuis blijven. Nee, ben je ziek? Nee, ik ben niet echt ziek. Ga maar naar school. Oh ja? Ja, mijn vader had echt gezien dat wij een beetje thuis gingen rondhangen. Oh ja. Nou, het was wel... Het is heus wel eens gebeurd, maar het was... Je hoofd er half af. Ja, je hoofd moest wel erg warm zijn, zeg maar. Ja. Maar goed, dus nog heel even, kregen jullie cijfers? Want wij kregen dus geen enkele vorm van beoordeling op de hele school. Dat was voor mij... Pas op de middelbare school zei hè, cijfers, hè? Kan je ook blijven zitten. Maar bij ons was het gewoon een soort vrij land... waar je gewoon al lerende of niet gewoon doorheen ging. Nee, heel vrij was het allemaal. En je kreeg ook nog een getal, een cijfer vlijt en zo. Oh ja. Ja, en opletten en zo, ja. Wat had je voor vlijt? Nou, daar had ik niet zo'n goed nummer voor. En nummer, het cijfer ik vind jou best wel vlijtig. Ja, vind ik ook. En voor gym en zo kreeg je dan nog een... daar heb ik later ook de nodige cijfers voor gekregen, maar... En er stond er altijd bij, moet zich wel beter in gaan zetten en zo. Oh, als dit zo doorgaat... Stond dat dan bij de opmerking, zeg maar. En dan was bij ouderavond gingen mijn ouders dan... En mijn ouders legden dan altijd iets van snoep in mijn kastje. Echt? Dan kwam ik thuis en kwam de volgende dag op school... en dan lag daar iets. Maar Marie, jouw jeugd. Ja. Nou goed, dan moest mijn moeder ook vaak alleen... bij mijn vader dan dronken was. Dus dan ging mijn moeder alleen naar de dingen. Maar goed, dat deed ze dan wel, ja. Oh, wat lief. Ja, dat was super lief. Dus ik heb aan de basisschool super goede herinneringen. Ja. Ik was er een tijdje geleden ook even naar binnen gegaan. Oh. Nou, voor corona. Maar toen was ik daar op dat plein. Want mijn vader heeft er nog heel lang tegenover gewoond. En ja, ik weet niet. Dan raak ik helemaal in een soort van geëxalteerde staat. Dat ik denk, alles is hier goed. Alles ruikt lekker. Zelfs de gang van de kleuters. Ja. Gewoon heel vieze geur had. Maar alles klopt gewoon op die school. Ja, lijkt me wel een hel om daar tegenover te wonen. Ja, grappig genoeg is mijn vader daar dus altijd blijven wonen. Ja. Maar je wordt wel 's morgens gewoon echt wakker van het gegil. Maar ja, dat is om 8:30. Hè? Dan, er was altijd gegil in die straat. Ja, nee, dat lijkt mij verschrikkelijk. Nee, maar grappig genoeg vond hij dat... Ja, vond hij het helemaal prima. Hij veel last had van ons gegil, maar de hele schoolplein vol. Dat zat nu niet zo. Vroeger was achter ons in Tilburg was een basisschool. En dan deden ze zo'n zoomer. Oh ja. En die ging dan 4 keer op een dag. Nee, vaker. Want dat was nu echt erg. Ochtends. Want wij hadden nog een bel. Ja, wij hadden eigenlijk... Is gewoon met de handbel. Wij hadden hallo? Niks. Met zijn hele grote handbel. Hallo. En dan kwamen ze naar buiten. Nee, maar het leek dat een beetje... Kleine huis op de prairie was het. En waar kreeg maar iemand naar buiten met een hele grote bel. En dan mocht je, als je dan jarig was, geloof ik... Mocht je die bel doen. Ik heb toch het gevoel dat... Ja, jij bent 10 jaar ouder dan ik, maar dit voelt allemaal heel erg lang. Echt koetshuisachtig. Ja, het is heel romantisch. Een bel en een non. Cijfers voor vlijt. Ja, het zal ook wel Tilburg-Amsterdam zijn, denk ik. Nou, moet je opletten. Oh jee, ik ga hem even... Dan moet je opletten. Nee, misschien. Zeker. Die speelt al een hele kleine rol. Maar dat is... we hadden echt nog wel... dat is inderdaad anders, ja. Maar hoeveel punten geef jij de basisschool? Ik geef sterren. 5 sterren. 1, 2, 3, 4, 5. De basisschool was mijn allesie. Ja? Ja. Heel lelijk, hè, alles. Ja, weet ik. Daarom zeg ik Ik doe dan... als ik daaraan terugging, moet ik toch ook wel 5 sterren geven. Want wij deden dan de Product of Man na en zo. Dat mocht dan ook altijd. En dan deden we... En ook die leraren meegekregen die jou haten.
Ja, die meegerekend. Dat kwam ik, want we hadden bijvoorbeeld een hele leuke gymleraar, Charles Lubeck. En die deed dan ook jazzdans. Oh. En meneer Franke die deed volksdans. Ja, oh, dat deden heerlijk. We dan. Ja. En dan ging ik met Mieke Langeweg ging ik dan volksdans en zo. Dat was superleuk. Dus, Mieke Langeweg was er toen bijgekomen. Omdat, Mieke Langeweg jullie gingen mingelen met de meisjes. Ja, die is er toen bijgekomen, ja. En dus ik ga ook voor 5. En meneer Voskes en zo. Ja, ik heb echt ik heb nog hele goede herinneringen. En ik heb nog steeds heel veel contact met mijn lerares van de kleuterschool, juffrouw Henny. Ja, dat vind ik. Doe ik nog steeds koffie mee drinken. Zo. Ja, superleuk. Shout-out naar juffrouw Henny. Shout-out naar juffrouw Henny. Ja, shout-out. En naar school Catherine de Labouret. Dat verhaal ga ik nog een keer vertellen. Ja, maar misschien kunnen we leuk een keer kleuters recenseren. Kleuters? Of kleuterschool of kleuters? Of kleuterscholen. Of ja, ja, kleuters krijgen gewoon... krijgen 1 ster van mij. Ja, dat is waar. Dat weten we nou helemaal niet te vragen. Dat is makkelijk. Kleuters. Of gewoon Catharina de Labouret. Ja, Catharina de Labouret. Oh ja, wat Maria met haar allemaal heeft gedaan. Ga ik wel even opzoeken. En wat die allemaal wou van de Catharina de Labouret. Dat vind ik echt wonderlijk. Ja? Ja. In de zin van Maria was... Nou, Maria echt had besloten dat haar PR een beetje... Ja, die was bang dat ze een beetje vergeten werd. En toen ging ze... Wow. Nou ja, ik kan het nou wel vertellen. Ja. Ze lag dan te slapen in een celletje, in het klooster. En er kwam Bertra aan de deur geklopt. S'nachts. Maria. Maria. Dat vond ik ook zo wonderlijk. Haar engelbewaarder was een kind van 5. Nee, die stond er voor de deur. Die zei, zou je even naar de kapel willen komen? Want Maria, Maria kwam niet op een of andere manier. Die voelde zich te goed. Die voelde zich te goed om naar zijn celletje te komen. Die zei, ja, laat ze maar hier komen. Dus die zat al in de kapel zo'n beetje te wachten op Catherine de Labouret. Dus Catherine de Labouret heel snel gewoon de onderbroek aan. En op beetje make-up. En op weg naar de kapel. Nou, daar zat Maria hoor. En dus hallo. En die kleuter van 5, zeg maar, die engelbewaarder was er ook bij. En toen had Maria gezegd, ja, ze moest aan het altaar komen. En dan moest ze op de knieën vallen en zo. En dat was Maria. Nou, prima. Dus toen een paar keer later, want ze kwam een paar keer bij Catherine Labouret. Ja, kwam ze. Maar soms kwam ze wel gewoon naar het celletje toe. Dan dacht ze, dan hoef je niet helemaal naar de kapel mee te komen. Nou. Dus toen op een gegeven moment zei ze, ja, ze wou toch iets aan de PR gaan doen, Maria. En toen moest Catherine Labouret, die moest medailles laten slaan van Maria, die dan verdeeld moest worden, zodat als een soort flyer, dat zij niet... Dat ze wat bekender werd. En dan zei Maria, het moet er zo uitzien, liet ze zichzelf zo zien. Toen draaide ze om en toen was de achterkant was ook hoe de medaille van achter eruit moest zien. Met een M en een streep en weet ik veel wat. Of zelfs helemaal logo. Ja, helemaal een logo laten ontwerpen. En Maria, omdat ze dacht, ja, ik heb het idee dat ik bekender kan zijn, zeg maar. Dus toen heeft een... Catherine de Labouret natuurlijk, die kwam met een idee, maar ze zei in de klooster, ja, dat gaan we niet doen. Nee. Maar toen was er één bisschop die zei, nou, ik zie wel iets in het plan. En toen hebben ze laten slaan, die medaille. En dat is tot de dag van vandaag de meest verkochte medaille in de wereld. Die kan je tot op de dag van vandaag kopen. Ik heb die hele medaille nog nooit gezien. Ja. Nou ja, als je hem ziet, denk ik wel dat je hem zal herkennen. Ja. Het is de medaille. En je kan hem in het goud, in het zilver, je kan hem in het koper, je kan hem alle dingen kopen en zo. En het zijn de meest verkochte dingen. Dus heeft Maria op zich slim bedacht. Ja, dat werkt gewoon ook. Sindsdien weten wij wie Maria is, zeg maar. En we zijn het zeker niet vergeten. Niet vergeten. Ik dacht dat dat meer door Jezus kwam, maar dat komt dus door die medaille. Dat komt door die medaille en door Catherine de Labouret. Was zij een non? Was zij gewoon... Zij was een non. Zij lag in het celletje in een klooster, toen ze naar de kapel moest komen. Maar ik vind het zo grappig dat Maria dan zegt... Maar nu snap ik wel dat je een kleuterschool ook naar haar noemt. Want zij had dus een connectie met die kleuter. Nou, en ze is de... Dat is ook wel interessant om te vertellen. Ze is de beschermheilige van de duivenhouders. Heb je ook een beschermheilige nodig? Iedereen heeft een beschermheilige. Echt waar. Je kunt ze gek niet opnoemen. Nee, ik zal ze wel van de duiven, maar van de duivenhouders. Houders. Nee, van de duiven niet. Dus de die hebben ze wel een nodig. Maar op de duivenhouders was zij zo dol op. Oh. Ja, want zij was zelf ook altijd in de weer, geloof ik, met duiven. Maar dat zou ik moeten onderzoeken. Dit bewaren we even voor de volgende aflevering. Of misschien over 2 afleveringen. Ja. Maar we hebben dus deze week de privé. Oei. Ja. En maar houdt de privé het nog bij? Nou ja. Want we zitten nu in een stroomversnelling. Dit is natuurlijk... Daar kunnen we Jan Uriot eigenlijk niet maar aandoen. Hier staat dus al wel Glennis Grace in. Wisten ze dit al? Daarom had ik hem gekocht. Ze stond voor op Superbitch. Maar ze hebben Hoe super kon... tussen aanhalen. Oh, super van ook supermarkt.
Super tussen aanhalingstekens, ja. Een grapje. Dat is een grapje. Super. Hoe kon Glennis zich zo, en dan is zo vergroot, laten gaan? Ze hebben echt midden in de nacht drukpersen gestopt en dit op pijn getypt, hè, denk ik. Maar wie heeft dat gedaan? Jan. Nee. Wie dan? De sterverslaggever. Nee, de sterverslaggever Edwin Bredius. Want dat is hun sterverslaggever. Die heeft even het al heel veel duidelijk gemaakt. Daar heeft hij dus eigenlijk wel gelijk in. Want als je zo'n lang verhaal over dat Jumbo-incident van Glennis kan schrijven... Ja. In een nacht, maar ben je een hele grote jongen. Dan ben ik dus in het leven van Edwin Bredius gestapt. Omdat ik dacht, wie is die sterverslaggever dan? Nou, heeft een interview gegeven ooit en er stond... Door altijd eerlijk te zijn, heb ik de gunfactor. Oh, dus bij Edwin de sterren. Heeft bij de sterren de gunfactor. Want er gaat... heeft Live of Yvonne nog niet. Nee, Live of Yvonne, die zie ik nog niet gaan eten. Die heeft nul gunfactor. Met André Hazes junior. Hey. En dat doet Edwin Bredius wel. Dan is hij op Aruba en dan... vind ik altijd wel een beetje armoede van André Hazes. Maar goed, die zegt ervan... Vind je het leuk om zo'n vanavond hele samen eten? Wil fotograferen? Ja. Nou, zo vanavond, weet je, dan denkt hij... Ja, om heel de tijd met Sarah Verzoelen te zitten. Ja, misschien is het gaat toch over een dag uit. Ja. Dus kan net zo goed met Edwin Bredius. Ja, plus eten. Op een gegeven moment kan je niet weer praten over... weet je wel, hoe dik de lippen moeten worden en zo. Dus op een gegeven moment denkt hij... Ja, nou vind ik het ook wel leuk om met iemand anders te praten. Ja, dus die spreken gewoon af. Ja. En dan gaat hij mee eten. Ja, dit is echt de oldschool roddeljournalistiek. En zijn beste recept dat hij kan maken is gestoofde varkenswangen. Stond dat ook in dat interview? Nee, dat stond erin iets anders. Het zijn Bredius gestoofde varkenswangen. Dat kan hij heel lekker. Dat maakt hij ook voor André Hazes. En eventueel Sarah van Schoelen. Ja, want je hebt altijd thuis wel varkenswangen in de koelkast. Als je op Aruba zit. Toch? Ligt altijd wel ergens varkenswangen. Als je dat zo goed kunt. Ja, dan ligt dat zo op straat. Heb je nog meer feiten? Kan ik goed maken. En hij is de bedenker van het programma La Carriuela. Dat programma van een Spaans dorp waar ze dan allemaal huizen gaan verkopen aan Nederlanders. Oh, dat? En dan, ja. Heet dat niet gewoon Mijn Spaanse Dorp of zo? Nee, okay, hij zei dat het zo heette. Dat heeft Edwin Bredius bedacht. Edwin Bredius. En hij zegt ook dat hij de originele bedenker is van Chateau Meiland. Maar dan weet voordat Martien Meiland dat had bedacht. Ja, want dat had Martien Meiland helemaal niet bedacht. En toen zei hij... Nee, maar hij zag waarschijnlijk de Meilandjes en dacht... Ja. Oh ja, maar dat had ik eigenlijk ook wel bedacht. Ja. Heel ik veel denk mensen. Dat heel veel mensen nee, maar hij was bedachten. Al met een tv-producent heel ver. En toen kreeg die tv-producent en Martien Meiland te kregen, weet ik voor wat. Oei, of hij kreeg, nee, hij kreeg de financiering van de kasteel niet rond, Martien. En toen is het afgelopen. En toen is hij met een andere tv-producent doorgegaan. Oh, en heeft hij Edwin Bredius laten zitten. Ja, maar goed. Okay. Dus dat is Edwin Bredius. Dat is dus de starverslaggever van de privé. Dat is een beetje de achtergrond. Dus ja, belangrijk fijn, om ook te weten. Dat neem ik ook mee, ja. Ja, ja, er wordt toch een persoon. Het gaat meer leven voor mij. Vooral met die gestoofde varkenswangen. Ja, dat je denkt, heerlijk. Die krijg ik nooit meer uit mijn hoofd. Ik kan geen gestoofde varkenswangen meer zien zonder te denken aan Edwin Bredius. Ja, want het is belangrijk dat je iets zelf al aangezien we hun werk zo leven. Zoals Matt bijvoorbeeld ook van alles zelf heeft bedacht. Ja. Nou, dat wil je gewoon bijna niet weten. Met Sleeps. Met Sleeps. Want jullie denken, oké, met Sleeps, ik weet er alles van. Nee, dat is niet. Dat is dus wij wisten dit dus niet eens, hè? Nee. Dus onze eigen suikeroom met Sleeps van de matrassen. Ja. Dat is dus ontstaan en ontwikkeld door studenten van de TU Delft. Ongelooflijk, ja. Ik dacht altijd door Matt. Maar goed, dat is dus blijkbaar niet zo. Nee. Zij maakten de matrassen gebaseerd op feedback van de klanten. Ja. Dus ze kwamen erachter van het eerste matras. Dit is echt heel leuk. Dit is echt de eerste... die ga je echt terug in de tijd. Hè? Had maar één hardheid. Eén. Was gewoon een kartonnen doos eigenlijk plat op de vloer. Ja, dus waar je het in bezorg krijgt, daar sliep je dan op. En dat vonden mensen niet fijn. En toen dachten die studenten van... Hé, laten we verschillende hardheden toepassen. Ja. En toen was het dus eigenlijk succesvol. De hek van de dam. Want toen gingen die klanten bellen. En dan gingen ze elke keer aanpassen. Dus wat die klanten ook zeiden, ze passen het aan. Uiteindelijk heb je dan een perfecte matras. Ja. Voor Nederlanders. Want je kan het dan op een andere markt. Bijvoorbeeld Fransen heeft men het ook ontdekt. Of eigenlijk die studenten van de TU Delft. Stokbrood erin. Nou, wel qua hardheid. Fransen houden van hard. Ja. Matras. Ja. En Nederlanders houden van zachter. Ja. Dat merk je ook vaak als je in Frankrijk in een hotel gaat logeren. Oh ja, zijn die harder? Ja, veel harder. En ze hebben altijd een heel raar kussen. Ze hebben altijd meer een soort worst als kussen. Ja. Ja. En je moet de douche ook altijd zelf boven je hoofd houden in Frankrijk. Ja, omdat ze maar goed, heel klein dit heeft zijn. Niet zo heel veel met sleepsen maken, maar
Fransen zijn altijd richting dwerggroei. Ja. En de Nederlanders die kunnen zijn gewoon douchen groot. Onder de badkraan. Blijkbaar, want dat doen ze allemaal. Wij willen toch liever dat er iets boven je hoofd hangt. Maar goed, dus hier kan je bij MadSleeps kan je dus zo'n matras. En die kan je zelf zo hard maken als je wil. Ja. En dan kan je ook als je een tweepersoons hebt, kan je elke kant apart aanpassen. Precies. Kan je aanpassen en je superfijn. Kunt geen miskoop doen. Dat is onmogelijk. Nou, omdat je kan 120 dagen proefslapen. 120 dagen, dat is echt heel erg lang. En als je het dan toch niet wil, dan komen straat bij je ophalen. En schenken. Oh, vandaar ga je het nooit misdoen, zeg maar. Nee, je kan geen miskoop doen. Nou, dat al zou je het willen. En we hebben een kortingcode. Die mag jij wel zeggen. De code is MMA10. MMA kleine letters, maar ik weet niet of ze er ook zijn. In ieder geval MMA10. En dan krijg je 10% korting op de hele collectie. Ga naar MadSleeps.com. Ja, MadSleeps en Mad is met twee T's. Sleeps.com. Kom. Toch leuk om dit allemaal een keer te doen. Toch goed om te weten. Ja. Nou, dus als je dat matras niet wil, dan komen ze gewoon bij je ophalen. En dan doneren ze jouw matras aan een goed doel. Oké. Ze leggen het niet op de stoep. Nee, precies. Dat en ze gooien het niet weg. En je krijgt ook geen tweedehands matras zelf thuis. Nee. Je gaat gewoon naar een goed doel. Ja. En nou ja, supergoed. Had je nog meer een rol? Ja, Glennis Grace. Dus die Edwin Bredies heeft dus een stuk geschreven over Glennis Grace. En... het begint zo, want Edwin die houdt van varkenswangen, maar hij is niet dol op Glennis, heb ik het idee. Ze zou het helemaal gaan maken in Amerika, maar in plaats van na America's Got Talent op de grote podia in Las Vegas te staan, zat Glennis Grace al 2 nachten in een Amsterdamse cel. Ja. Wow, dit is wel een lange tijdspanne die hij nu even overslaat, hè? Wat goed, is het toch met de zangeres en de Voice of Holland coach die haar gouden strot vaker dan goed is voor haar carrière gebruikt voor ordinair geschreeuw dan voor het zingen van hits? Wel een mooie lange zin. Ja, ik lees hem niet goed voor, vindt hij. Nou, de constructie kwam wel redelijk over. Wat is het toch met de zangeres en de Voice of Holland coach die haar gouden strot vaker dan goed is voor haar carrière gebruikt voor ordinair geschreeuw dan voor het zingen van hits. Ja, ik vind het niet mooi, maar er ligt ook aan Edwin. Ja, sorry hoor. Je kan die zin ook opknippen. Je kan ook gewoon zeggen, waarom schreeuwt ze zoveel? Met die gouden stem. Dan ben je er ook, met die gouden stem. Ze zou beter hits kunnen zingen dan al dat schreeuwen of zoiets dergelijks. Ja, niet steeds in de jumbo, maar zing hits. Hij wil steeds moois. En dat vond ik zo leuk. Dat vond ik wel een compliment. Maar Kim van Kooten zei tegen mij, ik had een boek geschreven. Zei Kim van Kooten kwam mij tegen. Zei ze, ik heb zo genoten van je boek. Ik vind het zo goed dat je helemaal niet probeert om mooi te schrijven. Ja, maar dat is een compliment inderdaad. Nee, dat vond ik ook een compliment. Ja. En ik begreep heel goed wat zij bedoelde. Ja. Ik probeerde inderdaad niet van... Edwin Brediaanse zinnen. Zon scheen over haar gezicht als een... En met een zin die 20 regels verder gaat. Nee, dat vond ik ook heel leuk van haar. Maar je zou ook kunnen denken, god, dat is... je probeert helemaal niet mooi te schrijven. Die Glennis Grace, ik vind haar een altijd al een beetje eng. Ja. En als je leest wat zij dan waarschijnlijk... eigenlijk of je het nou eens bent of niet mee eens... of wie ook gelooft... zij is uiteindelijk met iets van 10 mensen teruggaan naar die supermarkt. En dat is echt heel raar. En wat er ook verder gebeurd is... die zoon die heeft geprobeerd... die wou gewoon een sigaret... roken in de supermarkt. In de supermarkt. Ja. Dus... daar begint het allemaal. Ja. Dus ik denk ook altijd, weet je, daar kan je van allerhande soort verhalen ophangen. Ja, maar dat moet je gewoon niet doen. Dan moet je als moeder zeggen, maar jij gaat de sigaret opsteken. Ja. Dus we gaan helemaal niet met z'n allen dat is terug. Een hele rare gang van zaken. Toch, dat is ook heel slecht opvoeden ook. Ja. Nou, dat is beyond slecht opvoeden. Ja. Dat is echt gewoon crazy. Ja, dat is gewoon crazy inderdaad. Je moet gewoon zeggen, je had die sigaret niet opsteken. Je moet nou je mond dicht houden en we gaan nou eten. Ja. Wie steekt er nou een sigaret op in de... Is het een e-sigaret in de Jumbo? Ja. Dat is en gaat daarna nog moeilijk doen. Ja. Nee, echt. Nee. En schijnbaar. Want ik las vandaag dat mensen die daar in de buurt wonen... en zo, hun altijd al heel naar en vervelend Maar er is ook een hilarisch fragment op YouTube. Dan staat zij een interview te geven aan ATV. Oh, ja. Frank Awik, weet je nog? Ja. De sterfvraag. Frank Awik. Ja. En dan rijdt een man een beetje half over ze heen. Die begint ruzie met haar. Ik moet eerlijk zeggen, daar had ik wel respect voor haar. Want zij trok echt een gigantische strot open tegen die man. En ze had nul angst, terwijl die man had een auto. Maar goed, zij is niet echt een... genuanceerd iemand. Nee. Nee, je moet gewoon echt geen ruzie met haar krijgen. Nee.
Nee, en, dat is, en je wilt toch niet zo iemand zijn, vindt hij. Nee, natuurlijk niet. En het is echt, ik vind het zo flauw om, te gaan knokken met supermarktpersoneel. Dat zegt, doe je sigaret uit. Dat kan je gewoon niet maken. Ja, je hebt toch schatjes. Gewoon een fatsoen. Ja, dat doe je gewoon nee, niet. Nee, vind ik ook niet. En, nou ja, ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Ze hadden problemen deze week. Ben Holthuis had een heel groot stuk geschreven. Een echt groot stuk over Leo Lucassen. Dat is een manager die is doodgegaan. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Was een afscheidsdingen. Maar ze hadden met de drukker problemen. Want er staat hier, lees verder op de volgende pagina. Nou, de volgende pagina staat Ed Nijpels. Dus dat is helemaal niet de volgende pagina. En dan ga je verder. En dan staat hier ineens in het midden zo'n heel klein, verhaal, heel raar stuk. Ik denk dat dit komt door dat Jumbo-incident. Dat die hele privé over de en alle pagina's opnieuw indelen, paniek. Ja, en die indeling deed, die zei van, ik werk gewoon tot 5 uur. Ja, ik heb al moeite genoeg thuis gehad en zo. Ik ben gewoon weg. Ja, en toen zei hij, zet Ed Nijpels er maar in. Prima. Toen zei hij, nou zetten we gewoon Ben Holthuis. Kan het korter? Nee, dat kan niet van Ben Holthuis, want dat is nog van de oude stempel. Dus die is lekker bezig. En zeg, nou, dan zeggen we wel voor de volgende pagina. En daar is het fout gegaan. Toen zijn we 5 uur over Ed Nijpels. Ed Nijpels. Ja. Elsbeth stuurt me geregeld naar de logeerkamer. Nou, dat vind ik dan weer een grappig nieuwtje, eerlijk gezegd. Ga daar maar jezelf spelen. Echt, ik heb echt genoeg van Ed. Goed. En dan komen we natuurlijk altijd bij... we kunnen niet voorbij gaan aan Jan Uriot zijn pagina... De pagina's. Showtime. Want had hij Ronnie Tober, 76, had hij... Die pas 76? 76, ja. Dat is niet waar. Ja. En 96. Verder nog nieuws, zegt Jan Uriot dan. Is dat de eerste vraag? Nee. Oh, ik denk al. Samen willen bouwen, waar gaat dit over? Dat is wel de eerste vraag. Samen willen bouwen, samen waar willen bouwen, staat er tussen dingen. Waar gaat dit over? En dan denk je... Nou ja, het vindt wel prikkelend. Ja, het is prikkelend. Het is tintilerend. Dus, en dan komt dus een heel oud liedje dat hij samen met Anneke Greunlo heeft gezongen. In totaal heeft hij 3 duetten met Anneke gezongen. Een unicum, want zij zong met niemand anders ooit een duet. Alleen maar Ronnie Tober. Alleen met Ronnie Tober. En dan zegt hij verder nog nieuws. Ja, zeker. Bij Omroep Max is deze week een documentaire te zien over mijn leven. Die is opgenomen in de tuinen van Paleis Het Loo. Maar een documentaire die opgenomen is in de tuin van Paleis. Dus daar heeft hij dagen rondgelopen. Heel zijn leven rondgelopen. Nagespeeld? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Werd hij daar ook geboren? Ik vond het zo grappig. Ja, een hele documentaire hij in is daar tuin. In de bosjes geboren. Zijn moeder de heeft hele zich carrière heeft zich daar afgespeeld. Zijn moeder heeft daar rondgekropen. Die is uiteindelijk naar zijn bosje gegaan. Hij heeft zich gewoon als een kat. Dat struikje woonde de manager. Ja. Hier trad hij dan grappig, op. Hè? Ja, dat is heel vreemd. Maar een hele documentaire in de tuin van Paleis Het Loo te hebben. Jan Uriot vraagt niet door. Dus hij zegt niet, goh, maar dat is eigenlijk een beetje raar wat je nu zegt, Ronnie. Want nee, hij heeft denk gewoon... Nee, hij zei gewoon verder nog nieuws. Ja. Ja. Nee, en dan de volgende vraag is nog optredens voor de boeg, zegt hij dan. Oh, casual allemaal. Ja. Ja, en dan hebben ze ook al heel snel de seksschandalen binnen het Binnenhof, hebben ze bij de privé. Want die Nilüfer Günogan, dat weet zelf toch een eigenaar. Die weet zelf niet. Niet waarvan ze wordt beschuldigd. Nee. En dat mag ze ook niet weten. Nee, dat vind ik wel echt gaslighting. Wel zo raar, van, hoor. Je hebt iets verkeerd gedaan, maar we vertellen je niet wat. Ja, mijn moeder, je weet zelf heus wel wat je gedaan hebt. Wat dat is je denkt, het? Ja, ik weet niet welke van al die keren... Ja, weet je, ik wil niet speculeren, maar ik denk dan woede aanvallen. Ik ook. Ja, toch? Ik denk niet... Dat ze dickpics doorstuurt. Dickpicfoto's. Dat is inderdaad een gevalletje dickpicfoto. Of foto's van haar vagina. Dat denk ik niet. Ik denk woede aanvallen. Ik denk ook, maar ik vind het allemaal voor woede aanvallen best nog wel heftig. Ja, nou ja, als ze klappen vallen is dat natuurlijk anders. Dat kan grensoverschrijdend zijn. Nee, maar als je de hele tijd keihard aan het schreeuwen bent tegen je medewerkers... ja, dan worden ze natuurlijk op een gegeven moment geïntimideerd. En dat mag maar niet. Maar dan denk ik toch nog steeds, als het dat... Stel dat, ja, dat stel, het is, hè. Stel, we zijn nu aan het speculeren, mensen. Dat je dat Laurens, over. Die ik eruit gespeeld heb in Slimste Mens... dat Laurens dan met die medewerker en haar aan de tafel gaat zitten... en zegt, zo gaat het niet verder. Je kan haar niet uitzetten en dan zeggen we zeggen niet wat je hebt gedaan. Nee, want dan kan je toch zeggen van, als het zo doorgaat... dan gaan we je schorsen of dan gaan we... Er moet toch een waarschuwingsmoment tussen zitten. Of het moet heel erg zijn. Daar las ik dan weer over van, het is handiger om haar eerst er helemaal uit te zetten... want dan kunnen we er in alle rust over praten. Nou, ik vind het super eigenaardig. Ja.
Ja, ik vind het heel fascinerend, deze zaak. Ik ook. Dat vind ik eigenlijk de meest fascinerende zaak van alles. Ja, omdat ik dan de rest denk, is allemaal wat die kan zij nou mannen toch gedaan hebben? Ja. Wat zo erg is dat je niet eerst gewoon samen gaat praten erover. Ja. Toch misschien dingen gooien? Ja, met een asbak of zo. Kopjes. Die machine. Maar ik bedoel, asbak, iets groots. Ja, laptops. Ik weet wel, op de lagere school, de basisschool, hebben wij een keer gehad dat iemand gooide een asbak naar het hoofd van een leraar. Waarom hadden jullie een asbak in de op? Ja, die leraar rookte gewoon. Nee, toen was bij ons ook wel, dat is waar. Maar, ja, maar de leerlingen hadden ook asbakken. Nee. Vooral als de leraar lang rondliep, dan kon hij gewoon ook even aftikken. Nee, maar die had hij, denk ik, weet niet. Die moest de klas uit had hij gewoon nodig. Had hij, ja. Ongelooflijk, hè? Nou, en dan sluiten we af met een geweldig stuk van Frank Waals. Het is ongelooflijk, moet ik eerlijk zeggen, dat in deze tijd, waar er toch van alles aan de hand is, dat hij toch een hele belangrijke zaak heeft gevonden. Oh. Hij liep waarschijnlijk rond in het Louvre. Oh, in Parijs. Dat is natuurlijk supergoed dat Frank Waals tijd heeft gevonden. Beetje om high culture mag ook wel een keer. En dan heeft hij een heel stuk geschreven over dat hij daar kunstwerken tegenkwamen die leken op Geer en Goor. Dus heeft hij. Jezus, hadden ze die bladvulling dan nodig? Dan is de sarcofage van Esposos. En daar zit dan een beeld. Nou, dat is net Gerard. Dus nou, dit is net Gerard. En hier hebben ze dodenmasker van Dante. Dat is weer net. Nou, maar het Gordon is wel zo. Ja, maar er is toch geen stuk in het. Er is toch geen artikel? Ja. Nou, je fascineert jou wel, zie je. Nou ja, ik vind het treffend. Hoe erg. Er staat ook bij een foto, de gelijkenis is onmiskenbaar. Ook alsof de oude Grieken dit hadden bedacht. Zo van, hij heeft het gevoel dat er iets achter zit, heb ik het idee. Maar ik vind het fascinerend dat dit de Privé heeft gehaald. Echt waar. Want het is toch gewoon dat hij Frank, waar blijft jouw stuk? Ja, ik ben in Parijs. Ja, maar je zou een stuk schrijven vandaag. Nou, en toen liep hij in het Louvre, denkt hij, och, dat is eigenlijk wel een goed. Dat zou Edwin Bredius. Die staat hierboven. Nooit even. Maar ik vind ooit de kop wel Geer en Goor in het puntje, Louvre. Louvre? Vraagteken? Ja, want het is niet zo. Ver voor Christus liepen ze hier al rond. Nou, dat vind ik wel een hele nare gedachte, ja, dat al zo lang gaande is. Nou ja, met deze. Ja, nee. Dit is wel een bewaarnummer. Natte scheetstuk kunnen we wel. Het beste stuk uit die. Vind je het beste stuk? Ja, ik vind het fantastisch dat je echt in het Louvre een oude Sphinx ziet staan. Dan een foto stuurt naar de redactie, ze drukken het nog af. Ook, wat voor cultblad is die Privé? Ja, geworden. Geworden. Dankzij Edwin Snellius, of hoe die man ook heet. Het probleem. Hallo, Mark, Marie en Aaf. Ik hecht superveel belang aan verjaardagen van goede vrienden. En ik probeer dan ook altijd om een lief en origineel berichtje te sturen. Vaak ook met een leuke foto erbij van een gezellige herinnering. Maar dan komt mijn verjaardag en dan doen zij niet eens de moeite om überhaupt iets te sturen. En ik verwacht helemaal niets speciaals, maar een gewone proficiat vind ik toch wel het minste. En ik kan ook echt niet geloven dat ze het vergeten zijn, want ze zijn heel actief op Facebook bijvoorbeeld. Dus ze moeten echt wel een berichtje voorbij hebben zien komen van een van onze vele gemeenschappelijke vrienden. Maar ik kan zeggen dat ik dat erg vind, of stel ik me dan aan? Ik hoor het wel van jullie. Dag. Ja, superlief. Stemmetje heeft. Ja. Ja, nou ja, de reacties op Instagram vond ik best streng. Oh ja? Gezegd. Nou, overwegend was het echt zo van, ja, jij verwacht dat van mensen. Nou, blijkbaar kan je dat niet van ze verwachten. En als jij het ze wil geven, zo'n felicitatie met een leuke herinnering, prima. Maar dan moet je niet denken dat dat altijd wederkerig is. Zo werd ze een beetje weggezet. Toch wel in de hoek gezet. Ja. Ja. Dat was wel een beetje de tendens. Ja, maar wat vond jij? Ik vond dat net iets te streng. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik best wel slecht ben in verjaardagen onthouden. Dus tenzij diegene dat dan toevallig de week daarvoor nog even tegen me heeft gezegd, dan gaat er wel iets draaien. En ik moet ook zeggen dat als ik het bijvoorbeeld op Facebook, daar zit ik niet op, maar stel ik zou op Instagram zien dat iemand jarig was, dan ga ik diegene echt wel feliciteren. Dan krijg je gewoon een gratis reminder. Ja. Dus dat vind ik een beetje vreemd wat zij over haar vrienden zegt. Van ze zijn actief op Facebook, ze zien dat ik jarig ben en ze sturen geen bericht. Ja, ja, daar kan ik. Misschien is het een beetje wantrouw, maar dan denk ik, weet je zeker dat ze dat dan echt hebben gezien? Want dat voelt bijna als een actieve afwijzing.
Ja, want als je het op Facebook langs ziet komen, dan zie je wel iemand die jarig. Ja, dan is het dan niet heel langs. Moeilijk om te reageren. Nee. Dus dan begin ik me wel af te vragen van, zijn dat dan echt goede vrienden? Of zijn het meer Facebook-vrienden? Ja, maar zij zegt, zijn wel echt, zij noemt het wel vrienden. Ja. Dus dan zijn het vrienden. Dus dan, wat ze zou kunnen doen, is eigenlijk een beetje wat jij doet. Dat je dan, dat je net daarvoor Vallen. Ja. Ja, een soort hint doet. Als je dat belangrijk vindt. Maar dan moet je als, gaan hinten, ja. Maar wat hang je aan een bericht van hun? Ja. Daar gaat het een beetje over. Als ze van je houden als vriend en je doet leuke dingen met precies. ze en ze zijn dingen, dan zou je daar eigenlijk niet iets aan moeten verbinden. Nee. Want dan doe je jezelf gewoon veel te veel pijn. En dat is misschien helemaal niet nodig. Nee, en misschien boeien verjaardagen hun niet zoveel. Al krijgen ze dat leuke berichtje van jou. Misschien is het voor hun niet zo heel erg belangrijk. Ja. En ik vind dat je in een vriendschap, geen enkele vriend heeft alle hokjes afgevinkt. Nee. Weet je wel, zo is het gewoon. Zeven vinkjes heeft bijna geen enkele vriend. Zes, misschien vijf. Nee, maar ja, ik ben dus best wel slecht in verjaardag. En dan heb ik ook al de 3 dagen later. Oh mijn god, ik was je verjaardag vergeten. Sorry. Je bent wel attent. Ja, en dus ik vind het ook rot dat ik zo ben. Maar blijkbaar is dat iets wat ik niet goed kan onthouden of zo. En dan krijg ik ook altijd door. Ah joh, wat maakt mij dat nou uit? Hoe heet je ook alweer? Bitch. Super bitch. Ik hoef je nooit meer te zien. Nee, maar dan ja, en je, met iedereen heb je wel zoiets. De een is heel attent en de ander is juist heel goed luisterend oor. En de ander is weer, geeft altijd een leuk cadeautje. Ja, iedereen heeft zijn pre's en zijn contra's. Ja. Dus ik vind dat je er niet op blind moet staren eigenlijk. Het is wel wonderlijk dat al haar vrienden zo zijn. Ja, dat is een beetje lijkt vreemd. Het een beetje op. Dat is een beetje vreemd. Ja. Ja. Dus ik zou het niet persoonlijk nemen. Nee. Vooral niet als je allemaal andere leuke dingen met die vrienden doet. Nee, want het klinkt dus alsof ze verder een prima band hebben met elkaar. Dus dan denk ik, ja, koester dat dan. Maar ze dan zijn... zou ik me daar niet op blind staren. Want anders dan ga je dingen kapot maken die waar gewoon wat eigenlijk allemaal prima gaat. Ja, ja, ik denk dus ook, laat dit gaan. Ja. En misschien als jij begint te voelen van dit is zo, want ik ben een heel knutselwerk aan het maken met allemaal collagefoto's uit ons verleden voor jouw verjaardag en ik krijg het niet terug. Nou, dan maak je dat niet meer. Ja. Ja, ik bedoel, dat is misschien een beetje kinderachtig, maar dan voel je misschien iets minder dat het is van ik geef en ik krijg niks terug. Nou, ja. Geef je dat niet. Ja. Ja, want zij vindt het dan weer niet erg dat ze allemaal niet met cadeaus aankomen of zo, maar dat ze helemaal niks laten horen, vindt zij dan vervelend. Ja. Maar daar verbindt zij dan toch te veel aan, denk ik. Ik denk gewoon voor jezelf is het goed om daar niet aan te gaan veel, hangen. Nee, en ook niet te veel dingen daarbij denken. Oh, als ze dit niet doen, dan zullen ze wel denken, dan zullen ze wel vinden. Dat hoeft helemaal niet. Nee, want ook dat actief zijn op Facebook. Ik bedoel, ik zit bijvoorbeeld op Instagram. Ik mis ook een heleboel dingen die daar gebeuren. Want die zie je gewoon toevallig niet voorbij komen op een dag. Nee, maar dat is natuurlijk het gevaar van Facebook en van Instagram. Ja, dat je gemakzuchtig wordt. Ja, nee, maar ik bedoel, ik kan vandaag niet moeten werken. En je ziet ze dan wel op dezelfde dag. Dat je denkt, oh, ik dacht dat jullie dat je heel erg druk was vandaag. Dus mensen gaan er ook een beetje te casual mee om. Dat ze, dat is natuurlijk nu sowieso heel erg aan de hand. Ja. Nou ja, iemand zei daarop, wat vond ik wel heel grappig. Als jij heel graag wil dat mensen iets voor jou maken, kun je dat ook een keer voor jezelf organiseren. Dan zeg je, jongens, kom allemaal op mijn verjaardag. Ik zou het heel leuk vinden als iedereen een leuke foto voor me meeneemt van ons samen in een leuke situatie. Ja. Ja. Dan moet je zelf die slingers ophangen. Precies. En dan doen ze dat dan vast ook. Dan forceer je het maar een beetje. Dan een beetje kan je weglaten, dan forceer je het. Ja. Ja, maar dan is de vraag of ze daar dan nog plezier aan zou hebben. Ja, nee, dat is wel een beetje waar. Want zij wil graag, dat is een beetje dat wat ze het uit zichzelf doen. Ja, wat mensen in relaties ook ziet hebben. Van ja, maar als ik het elke keer moet vragen, ja. Maar ja, als ik er zelf niet aan denk en jij wil dit, dan dat is altijd ingewikkeld. Ja. Dus ik zou zeggen, hecht er niet veel waarde aan. Nou ja, en maak gewoon even een lijstje voor jezelf van, oh, die is altijd zo lief als ik in de put zit. Of die bakt altijd zulke lekkere brownies als ik langskom. De gestoofde varkenswangen, ja. Precies. Precies. Als er op dat lijstje verder niets staat, dan moet je de vriendschappen misschien gaan heroverwegen. Ja. Nou, we hopen dat je daarmee geholpen bent. Ja. Even nog heel belangrijk. Oh ja, je steekt de vinger op. Mensen sturen vaak de problemen via DM op Instagram. Maar we hebben een handigere manier, ook voor ons. Dat is een e-mailadres. Oh. markmarieenaafvindeniets@gmail.com markmarieenaafvindeniets@gmail.com En het liefst hebben we het als gesproken bericht.
typ er dan ook nog heel veel bij wat het probleem is. Want dan kunnen wij meteen zien van, is het wat, is het niks? Hebben we dit al gehad? Ja, zo. Heel goed. Markmarieenaafvindiets@gmail.com. En dan tot volgende week. Ja. Tot dan.